Het weer werkte aanvankelijk niet erg mee, maar draaide in de loop van de dag bij. Veel fietsers die er op Hemelvaartsdag op uittrokken, stapten af voor een bezoekje aan de Almeloze Boekenmarkt of een terrasje. The book of love is long and boring. No one can live the damn. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. And I love it when you read to me. And you can read me. CD's, mooie boekenkaarten. We zijn vandaag in de Sint-Josefkerk, waar Sjoerd Engel Betting vertelt over zijn betrokkenheid bij deze kerk en zijn kerkelijke onderscheiding. De Sint-Josef-penning is de penning die vrijwilligers krijgen voor hun bijdrage aan de kerk. En in feite krijgen mensen die als ze lang vrijwilliger zijn geweest, net zoals ik. Nou, als klein jochie kwam ik hier eigenlijk al buiten bij het oud papier, bij mijn opa's die daarmee helpen. En ik weet niet anders dat ik hier rondloop en ik ben nu al 12,5 jaar missionaar en acolyet. En daarnaast doe ik hier gewoon de hand- en spandiensten. Mijn opa en oma hebben de pauselijke onderscheiding gekregen. En eigenlijk al mijn opa en oma's, dus alle vier, hebben ook de Sint-Josef-penning gekregen. Dus ja, appel valt dan niet ver van de boom, zou ik maar zeggen. Dus je bent wel bekend met het kerkelijk gebeuren hier? Ja, dat wel. Ik bedoel, als klein jochie kwam ik hier al en ik ben hier gewoon blijven hangen. Maar dat jij hier in de kerk bent, dat wil niet zeggen dat jij alleen dit soort dingen doet. Ja, ik ben nu momenteel aan het afstuderen aan de universiteit in Enschede. En daarnaast ben ik gewoon een student hier van het studenten in de even geniet. En ik zit bij een studentenvereniging in Wageningen. Het Noorderschap, waar ik dan aankomende schooljaar nog het bestuur van ga doen. En het Lustrum organiseer, dus daar ben ik ook allemaal druk mee. Ja. Maar je bent ook bij de voetbal hier in Almelo. Ja, ik voetbal ook nog steeds op zaterdag bij PA in het achtste. Vriendenteam, maar ja, we spelen wel om het kampioenschap en de halve finale beker, dus de resultaten zijn nog goed. Ook daar ben je dus fanatiek in? Ja, dat is wel een eigenschap die in mij zit, dat klopt. En organiseren gaat je dus ook makkelijk af? Ja, dat is iets wat ik wel leuk vind, eigenlijk gewoon dingen aanpakken en druk ermee zijn. Ik bedoel, voor de Norbers ben ik nu altijd druk met meerdere commissies en omdat het negende Lustrum eraan komt, moet ik ook daar veel tijd in steken, dus dat komt goed. Juist, en die studie, dat komt ook goed? Nou, ik denk het wel, ja. Dat moet wel lukken. Ik bedoel, ik ben nu ook aangenomen voor de Universiteit in Wageningen. Dus dat zit allemaal wel goed. Het oude Heraclesstadion aan de Bornsestraat heeft bijzondere buren. Rensen Smit heeft dus een
paardenfokkerij en manegebedrijf. En zijn paardenstal huisvest ieder jaar gasten die in ons land steeds zeldzamer worden. We hebben hier boerenzwaluwen. Als het maart is, dan is het bij ons weer voorjaar, maar dan komen de zwaluwen weer. Nou zijn er niet zoveel boerenzwaluwen meer. Hoe komt het dat ze hier wel willen zijn? Dat hebben ze mij nooit verteld, maar er zijn er wel heel veel hier. Ja, zo'n 40, 50 boerenzwaluwen vliegen hier rond dus. En komen ze ook eigenlijk ieder jaar weer terug? Ja, zeker. Vaak wel, maar ze vliegen direct naar hun eigen nestje vaak. Wat van hun is geweest. En de anderen bouwen weer netjes bij, de jongeren. Waarom zijn ze hier zo graag? Ik zou het echt niet weten. Veel vliegen is makkelijk te vangen, denk ik. Ik dacht altijd dat stallen helemaal hygiënisch moesten zijn. Nou, liever niet. Want toevallig is de dierenarts net weg en die zeggen altijd liever niet spuiten, want dit is beter. Veel gezonder voor de paarden. Hè? Je hebt minder vaak een dierenarts nodig. Als ze het weer toelaat, dan laten we altijd de stand helemaal los. Dat ze van alle kanten door kunnen luchten. Maar al die vliegen, daar zullen die paarden toch ook niet altijd blij mee zijn? Nee, maar dan doen we even een uurtje de deuren dicht. En een uur later is er geen vlieg meer te bekennen. En hoeveel jaar doe je dat nou al? Nou, als het was 55 jaar voor mezelf dus. En nog een poosje door, hè? Proberen, hè. Zolang het nog tikt, dan doen we voor dat. Ja. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ik denk dat het belangrijkste voor mij vanavond is om te kijken wat voor individuele capaciteiten de deelnemers hebben. En om te kijken hoe ik ze inzicht kan bieden, hoe ze een volgende stap kunnen maken in het pad wat ze momenteel bewandelen. Als er iemand bij zit die echt super getalenteerd is, dat ik die persoon heel oprecht kan vertellen dat ongeacht je talent het nog heel veel werk is om ergens te komen in deze industrie. En dat ik ten alle tijden vanuit mijn functie ook hier bij Studio 15 aanwezig ben eens per maand om bepaalde vragen te beantwoorden. Maar ik ben altijd wel van mening dat ik mensen hun eigen stappen wil laten zetten, omdat iedereen wel op zijn eigen manier moet leren wat er voor nodig is om in deze tak van sport verder te komen. Het commitment die je hebt om dat lang te gaan doen, kan er straks op neerkomen dat je denkt van Jezus, ik verdien echt helemaal geen zak en dit is wat ik super leuk vind, maar ik word ouder en ik ga en hoe ga ik dit omdraaien? Dus als voorbeeld wat ik voor de producers eigenlijk wou geven, is besef je ook dat je als beatmaker je niet blind staat op die placement bij een grote rapper. Of bij een bekende rapper of bij meerdere rappers, maar besef je ook dat als je bijvoorbeeld beats kan maken, dat je ook 2 dagen per week beats kan maken die mensen in YouTube-filmpjes kunnen gebruiken. Met masterclass bedoelen we vooral een hoger niveau als een workshop. Ja. Dus waar we wel echt kijken van, kunnen we iemand naar een volgend niveau tellen zonder dat ik echt ga voorkouwen wat er moet gebeuren. Ik ben wel echt hier om te kijken van, oké, wat zit er in iemand en hoe kan ik iemand wat meer vertellen over zichzelf en aanwijzen welke richting die op wil. Hoe lang duurt meestal zo'n cursus? Ja, dat varieert heel erg. Sommige mensen kan je in 10 minuten vertellen wat er aan de hand is. En met andere mensen heb ik wel eens 4, 5 uur gepraat. Dat is echt heel individueel. Ik heb begrepen dat jij een van degenen bent die ervoor gezorgd heeft dat het buitenbad weer open is. Nou Guitje, je zegt het goed. Een van de. We hebben samen hard gewerkt dit weekend. En vooral ook vanochtend om ervoor te zorgen dat we toch vandaag open kunnen. Klopt, ja. Goed, we hadden natuurlijk de programmering afgestemd voor volgende week. Ook met de ervaring van vorig jaar. Met name de waterkwaliteit en ook temperatuur. En dan heb je ook nog altijd natuurlijk wat randzaken die geregeld moeten worden. Maar ja, het is gelukt. Mooi. En met dit weer, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, helemaal fantastisch. Ja goed, je hoort de loeien. Het is precies 12 uur, dus het is een fantastisch begin van een hopelijk mooi zomerseizoen. En de kinderen hebben nog vakantie ook, hè? Ja, dat is dubbele winst natuurlijk. Van, wat ik zeg, je hoopt natuurlijk met goed weer altijd snel open te kunnen gaan. Maar met name ook nog als de kinderen vakantie hebben, is dat zeker voor de kids dubbele winst, ja. Wat vindt u zo leuk aan zwemmen? Alles. Echt, in één woord alles. Je hebt even je hoofd leeg.
Je bent even buiten, je hebt soms het bad voor je alleen. Heerlijk. Het is een weekje eerder, hè? Had u het verwacht? Nee. Nee. Nee, want ik was een beetje boos dat in de omstreken wel los was en Almelo niet. Want Almelo ging pas 14 of 15 mei los. Ik was een klein beetje boos. Klein beetje. Want ik zwem liever buiten dan binnen. Nou, fijn dat u nou weer uw baantjes kan trekken. Heel veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Ik sta hier bij twee meisjes die staan te popelen om te gaan zwemmen. Zeg even hoe jullie heten. Noralie en Valencia. En zwemmen jullie vaak? Ja. Ja. We hebben ook eigen zwempas. Eigen zwempas. En dat is die. En jullie gaan straks het nieuwe buitenbad in. En hoe vinden jullie dat? Wel heel erg leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Had er wel zin in. Ja. En volgens mij staan er nog een heleboel meer te wachten. Dus dat wordt vanmiddag lekker zwemmen, hè? Ja. Ja, ik ga nog lekker van de glijbaan. Op de fietsen. Mangs, als ik op de fietsen fietsen, dan denk ik wel eens. Me mist iets toch niet. Maar als ik denk, dan denk ik, dat ik niet te vallen kan, maar die me nog verdaan. Tap to Almelo is een wervelende show met muziek op bekende melodieën. Hits, musicalmuziek en de traditionele marsmuziek. Natuurlijk, die hoort erbij. Een show met verrassende elementen in de presentatie van elk korps dat gaat optreden. Een show met deelname van vaandelzwaaiers, majorettes. En omdat het de vijfde editie is, een show met een verrassend slot vol met zang, gezamenlijke optredens van korpsen en een geweldig spetterend vuurwerk. De vijfde keer. En de vijfde keer gaat de opbrengst van dit mooie evenement naar Kans voor een Kind. Het gaat om een goed doel, dus doe vooral mee en kom kijken.